1, 2, 2, 4, 6. We staan op de markt in het oude centrum van Delft. Delft is hartstikke leuk, historisch centrum, grachtjes, pandjes en een klok. Voor mij is Delft een super goede stad voor studentenhuisvesting. En ik ben alweer te laat, want de klokken gaan alweer. Het had gekund, hè? Ja. Als we gewoon gelijk begonnen waren. Maak niks van zien. Nee? Komt zij? Ja. Komt-ie. Kijk in de verte. Ja hoor, ik film. Ja, zit je erin? Ja, ik zit helemaal in. Beetje zo heel zwoel over mijn schouder, kijk. Oh shit. Oh, dit is echt zo zwoel met fysiek. Wat chills. Dat is helemaal verdwenen. En dat komt omdat ze zeg maar compleet van het bruur afgestapt zijn. Mm-hmm. Maar ze zijn nu zeg maar, nu gaat het... En dan gaat het meer, kijk, hier leggen ze uit hoe je een snelle planka kunt ontwerpen. Waarmee je dus zo hard gaat, dat je door de geluidsbarrière heen kunt gaan. En dat je dus naar 3038 kunt gaan om nog snellere planka's te vinden. Okay, en dat is dan dit stuk? Ja, dat zit hem vooral hier zo, zeg maar. Als we al die kwadraatjes even bij elkaar op gaan tellen. Dat is zeg maar, hier is de planka snel. Waar moet ik eigenlijk heen kijken? Yo, kan je me even die stift aangeven? Ik heb een punt al. Sowieso op het idee van laten we een kat nemen. Ja, dat lijkt me echt extreem naar eigenlijk om een kat in huis te hebben, maar ja. Dat heeft hij allemaal vastgelegd, hè? Oké, ga, kom. Ja, nergens op klikken, ik heb het niet vastgelegd. Ja, goed. Verder is er op donderdagavond. Yo, test, 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik hoor hem. Ja, maar goed piepjes, maar ik hoor geen beelden. En ja, mijn favoriete geluidje is... Bonus.